Kai, ik denk dat je hier een teleurgesteld man staat. Ja, zeker. Ja. Het is wel balen. Het is heel erg balen. Ik wil gewoon meestrijden. Dat gaat gewoon niet meer. Dus vanaf het toernooi was eigenlijk naar 40 of 50 meter afgelopen. Dus ik was zeker aan het balen. Ja. Dan ligt de titelverdediger zomaar in de kussens. Weg derde titel, weg titel droom. Ja, nee, klopt. Droom. Ik stond zeker aan de start dit weekend om natuurlijk de titel te verdedigen. Ik bedoel, ik vind het een mooi toernooi en het is een goed initiatief, denk ik. En kijk, weet je, met een goede vorm had het ook wel in kunnen zitten, weet je, zo'n derde titel. Maar goed, dat houdt op naar 40 meter en dan, het overkomt maar niet heel vaak zo'n soort dingen. En dan is het gewoon extra balen. Ja. Ja, want volgens mij was het gewoon een kwestie van punten in het ijs en je kon niet meer herstellen, toch? Nee, klopt. Als ik naar de beeld terugkeek, ging ik gewoon 3 keer met mijn punten in het ijs. En de eerste keer kon ik hem nog opvangen en de tweede eigenlijk al niet meer. En dan, dan lig je en kijk, dat kan gewoon gebeuren en training gebeurt ook af en toe. Maar goed, op zo'n belangrijk moment wil je dat niet. Ik was goed weg, voelde goed en dan lig je en dat is gewoon zonde. Ja. Was de vorm ook aanwezig? Nou, dat weet ik niet. Dat kun je gewoon dan niet meer zeggen. Kijk, ik kan wel zeggen dat er 9-6 had in kunnen zitten, maar dat weet je gewoon allemaal niet. En dat is gewoon heel erg balen dat ik dat gewoon niet heb kunnen laten zien. Ik was gewoon goed weg en daar was ik heel erg blij mee. En daarom baal ik ook gewoon extra erg dat ik het gewoon niet af kan maken. De 100 meters gaan steeds beter de laatste tijd. En, ja, weet je, dan val je en dan is de motivatie, een hele spanningsboog is er gewoon niet meer. En dan kun je het toernooi nog wel gaan uitrijden. Maar goed, heel leuk is het dan niet meer. Nee. Ja, want direct na je val, ja, je glijdt natuurlijk lang door. Je komt in de kussens terecht. Ja. Dan rij je naar de binnenbaan en dan ga je toch nog weer richting de finish. Ja, ik zat helemaal niet met mijn kop bij. Ik was gevallen en ik had eigenlijk in mijn hoofd van, het toernooi is afgelopen. En goed, toen ging ik automatisch, met trainingswedstrijden ga je automatisch naar de binnenbaan. Want dat heeft gewoon geen zin om uit te rijden. Maar toen dacht ik ineens, dan word je gedisqualificeerd. En ik kwam me iets te laat achter en nu heb ik gedecuut. Dus dat is niet anders. En dan toch, je gaat toch nog die 1000 meter rijden. Nou, ik weet niet, voor maas gedecu ben, mag je de laatste 1000 niet rijden. Nee, maar ik bedoel vandaag, dan moet je toch die knop omzetten je maakt de beslissing. Ja, kijk, je wilt gewoon heel graag soort van toch bewijzen dat je in ieder geval wel kunt meedoen. Maar goed, de eerste 200 was heel goed, maar het was eigenlijk de hele spanning was in plaats van een toernooi winnen, was in één keer overgaan naar agressie. En dan is het allemaal net te geforceerd en dan raak je het allemaal even iets minder. En weet je, dan word je 2 op 1000. Maar goed, Thomas werd gewoon heel erg sterk. En dan zit ik gewoon iets verder achter. En dan is het gewoon eigenlijk gewoon een degelijke 1000, maar niet meer dan dat. Hou je dan een slecht gevoel over aan die 1000 meter? Of kan je daar toch wel weer een motivatie uit halen? Kijk, het start gaat in ieder geval heel erg goed. En dat is zeker een heel erg mooi punt in ieder geval dat ik kan meenemen naar het WK en de World Cups toe. Maar goed, was zo geforceerd, eigenlijk buiten de eerste 200 meter en daarna was het allemaal gewoon een beetje net niks. En voor mij is het nu gewoon even mijn knop om en in de World Cups in ieder geval om daar een beetje weer wedstrijdritme op te bouwen en gewoon goede 1000 meters te laten zien. Maar goed, met deze 1000 ga je gewoon niet winnen. Ja. Dat is natuurlijk wel een voordeel van het bubbelconcept wat we nu hebben. Mm-hmm. Volgende week heb je al meteen weer een kans. Ja, klopt. Kijk, voor de ene is het een voordeel, want voor de andere is het weer, het is wel een vrij druk programma. Laten we heel eerlijk zijn. Kijk, we hebben eerst een vierkamp. En dan, ik moet volgende week ook weer 3 keer starten en de week erop ook weer 3 keer. Dus het is gewoon even niet anders. Het is niet ideaal, maar tegelijkertijd is het voor mij nu wel gunstig dat ik in ieder geval naar volgende week ook even kan kijken. En inderdaad gewoon even aan een paar punten kan werken vlak voor het WK toe. Dus het is voor ons voordeel dat wij in ieder geval toernooi kunnen rijden. En hopelijk kan ik nu gewoon een knop omdraaien en gewoon gemotiveerd naar het WK toe gaan werken. Ja.